Hallo ballonvrienden, vandaag in onze video gaan we een snelle, heel snelle, maar leuke kerstmanmuts maken. Wat heb je daarvoor nodig? Een ronde witte ballon of een stukje van een 360 ballon, daar maak je een balletje van. Een rode 260 ballon die je bijna helemaal opblaast, maar nog een klein tepeltje overlaat. En een witte 160 ballon die je helemaal opblaast. Ik zou zeggen, neem je ballonnen en laten we starten. We starten uiteraard met onze rode ballon. Maak een bubbel. Een pinch twist. Neem de maat van je hoofd. Twist deze vast. Maak hier over het einde opnieuw een bubbel. Breng naar de overkant. Twist deze vast. En dan heb je al een leuk hoekje. Met de witte ballon zoek je het midden op. Het midden van deze ballon. Zo. Draai je witte ballon er goed doorheen. Doorheen, doorheen. Ziezo, en je hebt al een leuke kerstman. Je witte 160 ballon neem je, blaas je helemaal op, zoek het midden van je ballon, maak een twistje en deze ga je met een spiraal helemaal optwisten. Maak de spiraal helemaal vol, tot aan het einde, verbind ze samen, maak deze vast aan de eerste pinch twist. Neem nu je andere uiteinde en maak vast aan deze pinch twist. En dan heb je een hele leuke kerstmanhoed. Ho, 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 ho. Tot de volgende keer, lieve vriendjes.